Het was 31 oktober 1916. Elsje en Johan wilden gaan trouwen en ze woonden hier in de buurt van Wedemwiesel. Maar er is iets vreemds hier in Wedemwiesel. Het ruiterpad waar jullie net op gelopen hebben is behekst, is vervloekt. Elsje en Johan, ze wilden zo graag trouwen. Maar je merkt het wel als je hier loopt. Het is koud. Veel kouder dan elders. De lucht van lijken hangt hier om je heen. De vloek van de ouders van Elsje en Johan. En als je hier wilt wegrennen, dan kan dat niet. Het is net alsof in een droom je weg wil rennen. En dat kan niet. Je wordt tegengehouden. De lucht om je heen voelt als modder. Elsje en Johan wilden trouwen. Maar de ouders verboden het. Spraken een vloek uit over het huwelijk van Elsje en Johan. En nu als je hier rondloopt, dan hoor je soms gekke geluiden. En het is veel te koud voor de dieren. Dus dieren zijn het niet. Maar wat is het dan wel? Laatst liet ik hier mijn hond uit. En hij wilde niet mee het pad op. En het leek net alsof ik in de verte een paard zag. Met een witte dame erop, die snel weggaloppeerde. En toen ik er toch heen liep, leek het alsof ik een zilveren dame in een boom zag hangen. Aan een touw, met een geknikte nek. Elsje en Johan. Ze trouwden toch. En de vloek van hun ouders werd verschrikkelijk. Ik ben ook veranderd. Ja. En je zal het zo meteen zien. Alles hier is vergald. Het is allemaal naar en donker en eng. Er waren nog 5 wezens die Elsje en Johan zouden kunnen helpen. 5 lieve elfjes. Maar ook voor hen kwam de vloek. En ze waren te laat. En het zijn nu trollen die hier door het bos heen gaan. Ik zou jullie adviseren om niet op dat ruiterpad te gaan lopen. Maar ja, jullie zullen wel eigenwijs zijn. En toch je pad vervolgen. Doe maar. Doe maar. Ik heb je gewaarschuwd. Doe het niet. En als je het toch doet, dan, dat vertel ik niet. Wees maar lekker eigenwijs, kindjes. Dag. Thank you.